Dit stukje is voor iedereen. Voor jongeren, omdat ze de leefwereld kennen. Voor ouderen, omdat ze die wereld moeten kennen. Want dit is de wereld van vandaag, dus zij moeten ook die wereld snappen. In plaats van altijd naar de buitenkant, ook eens gluren in de binnenkant. Hun verdriet, hun emoties, hun frustraties en woede. Het is divers, een divers publiek in de zaal zat. Iets waar veel cultuurhuizen van dromen. Hè? Een 80-jarige witte bomma die zit naast een 16-jarige met een capuchon op zijn kop. Ze vonden het een heel interessant idee dat ik als schrijver mee op het podium ging staan. Omdat ik al heel wat toneelstukken heb geschreven, 12 toneelstukken. Ik had ook zoiets van ja, ik moet het wat interessanter maken. En voordat ik het wist, stond ik opeens op het podium. Dus, ja, elke dag heb ik wel spijt van dat ik het doe. Maar ik vind het ook heel leuk en spannend, maar ik heb ook wel van shit, wat doe ik nu? En in ons gezelschap, Junior Caesar, hebben wij zoiets van elk stuk moeten wij onszelf confronteren en uitdagen. Dus ik ben heel blij dat ik het gedaan heb, want nu snap ik de emoties van acteurs veel beter. Ik denk dat ik er als schrijver gewoon veel beter kan worden door deze ervaring. Honger, 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 honger. Wie? Drijven ze in de nacht. De voorstelling is zeer muzikaal. Ook de tekst door Vickery is zeer muzikaal geformuleerd. Dat ook zeer muzikaal kan gebracht worden. En dat ondersteun ik met allemaal creatieve instrumenten. En ik speel ook een beetje trommels. De essentie, vier jonge gasten die alleen elkaar hebben, die vrij nihilistisch door de wereld gaan, zonder doel. Wanneer ze geconfronteerd worden met de gemeenschappelijke vijand, de nacht, die dan tevoorschijn komt in verschillende gedaantes, hoe eigenlijk hun vriendschap, hun band, stelselmatig kapot wordt gemaakt. Jongeren die dolen door de nacht, maar hier in België regent het vaak, is het koud. En hoe langer, hoe meer nachten, hoe harder ze afzien. En dat wat wij tonen in het stuk. Dat wij als spelers na een uur dat we echt aan het afzien zijn. Dat we echt moeten bekomen na het stuk. En dat was ook de bedoeling. En ik denk dat het wel aardig gelukt is. Ik ben kapot. Mijn voorbeelden. Ik had geen voorbeelden. En dat is misschien het probleem dat jongeren toen en nu niet echt voorbeelden hebben. En we hebben wel nood aan voorbeeldfuncties. Het ultieme doel is eigenlijk gewoon mainstream een volwaardige plek krijgen. En ik ben ook trots dat ik ook een deel uitmaak van die generatie die kansen afdwingt. De theaterbobo's gaan altijd wel commentaar geven van oké, het is niet de juiste theatrale code, patate, patata. Maar ja, het is een nieuwe wave. Het is een nieuwe code, een nieuwe taal, een nieuwe cultuur. En het is een beetje punk, rock and roll. En I like it.